Hoi en welkom bij weer een nieuwe painting video. Vandaag heb ik voor jullie deze painting, de rode panda. Dit is van dezelfde verkoper als het allereerste vosje in de allereerste painting video. Dus ik hoop dat het net zoals dat vosje gewoon heel soepel loopt, dat ik genoeg steentjes heb en dat het gewoon een goede painting blijkt te zijn. Deze painting komt van AliExpress. Zal ongeveer 2-3 euro gekost hebben. Als ik het linkje nog kan vinden, zal ik die even hieronder in de beschrijving zetten. Deze painting heeft, zoals je hier kan zien, 9 kleurtjes. Dus lijkt me relatief simpel. Ik vind hem wel wat breed. Mijn vorige paintings waren iets smaller. Dus ik ben benieuwd hoe lang ik hierover doe. Ik heb momenteel deze painting en nog een andere painting liggen. Een andere painting van een kat. Van een hele andere verkoper waar ik nog nooit iets besteld had. Dus ik ben benieuwd of die ook goed loopt. Maar dan weten jullie dat ik nog 2 painting video's heb. En daarna stopt het natuurlijk niet, maar daarna heb ik even geen paintings meer. Dus ik moet nieuwe gaan bestellen, maar dat duurt natuurlijk even, want ze komen van AliExpress. Dus ja, het kan even duren voordat er weer een nieuwe painting video online komt. Ik probeer tussendoor natuurlijk wel andere video's te uploaden, sfeervideo's, vlogs of iets anders, als ik iets kan vinden. Als je nog een idee hebt voor leuke video's, mag je die natuurlijk hier beneden onderlaten. Ik ben heel erg nieuwsgierig naar wat jullie graag willen zien. En ja, dan zeg ik, laten we maar gaan beginnen met deze painting. Ik ga natuurlijk gewoon even versnellen, muziekje eronder. En ik zou zeggen, geniet van de video.
Ondertussen is het bijna 4:15. De camera gaat net uit. En ik was om 9:00 vanochtend begonnen met de painting. Nou moet ik zeggen, ik heb natuurlijk niet van 9 tot 4 bezig geweest met de paint. Ik heb ondertussen ook de camera opnieuw moeten opladen. Ik heb ondertussen gewoon nog geluncht. Ik heb alvast de beelden op de computer gezet. Ik heb ook een andere video nog opgenomen die vanochtend. Het is nu de 24e vanochtend online is gekomen. 24 maart 2017. Die heb ik ook in de tussentijd nog even geëdit en online gezet. Dus ik heb niet van 9 tot 4 echt aan de painting gewerkt. Maar wel echt ziek lang. Echt heel lang. Ik zal kijken of ik nog kan vinden door de camerabeelden hoe lang ik echt met de painting zelf ben bezig geweest. Ik kan kijken of ik dat nog kan ontdekken. Als ik dat kan ontdekken, dan staat dat nu hieronder. Zo niet, dan staat er nu waarschijnlijk onder dat ik het niet heb kunnen vinden. En ja, blijf vooral nog even kijken voor het eindresultaat. Vond je dit een leuke video? Klik dan op dat blauwe duimpje omhoog. En abonneer even op mijn kanaal voor meer van dit soort video's. En dan zie ik jullie graag bij een volgende video. Doei!